Hey Plucky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Shamrock Valley. Vandaag gaan we de laatste aardappels eens eventjes weghalen, want dit is de laatste keer dat we de aardappels doen. En dan hebben we eigenlijk alle aardappels, hebben wij in principe opgeruimd. Dus dat is al helemaal tof. We hebben nou weer één grote trailer met gewassen aardappels, die we gaan verkopen. Die kunnen we verkopen bij Harbor Shipping Dock 2. En even kijken, we zijn hier bij Gypsy Shale Store, dat is het dichtste bij. Daar krijgen we 584 voor, dat is toch wel een heel stuk minder. Dus we zouden eventjes naar Harbing Shipping Dock 2 moeten gaan. Om deze aardappels te doen. Want we hebben natuurlijk courseplay, dus ja, de John Deere die redt zich wel. Hij moet alleen getankt worden, blijkbaar. Alleen er zit nog zat in. Dus ja, vandaag is de laatste keer dat we de, in ieder geval voorlopig, zeg maar, de aardappels gaan doen. Zo, game loopt even vast. Goed bezig, game. Lekker geoptimaliseerd. De laatste keer dat we dus deze balen gaan doen. Balen? Nee, hè? Aardappels. En ja, ik weet niet hoe lang ik nog door wil gaan met deze map. Ik vind het een prachtige, mooie map. Alleen, volgens mij vinden jullie het geen drol aan. Tenminste, dat merk ik. Om het zo maar te zeggen. Nou, dat doet op zich niet uit. Want ik moet het natuurlijk ook hartstikke leuk vinden. En ja, goed. Dit is... Ik weet niet welke aflevering dit is. Ik heb geen idee. We gaan er wel eventjes door. Ik weet niet tot hoeveel afleveringen we gaan. Want we hebben nog niet echt alles gedaan. Om het zo maar te zeggen. Dus dat gaan we er wel eventjes doen. Wat we ook nog kunnen doen is natuurlijk... We hebben natuurlijk nog van die andere fabriekjes. Alleen, ja, deze map is daar niet echt voor gebouwd. Al fabriekjes neer te zetten, want zoveel ruimte heb je niet overal. Je kunt kassen neerzetten. Och, hij is weer slippend hoor. Nee, daar kijken we zo meteen wel naar. Mijn leven. We hebben natuurlijk nog andere fabriekjes. De kassen hebben we, de brouwerij, de bakkerij. Ja, noem maar op. We hebben nog heel veel dingen. Alleen deze map is daar niet echt op gebouwd. Dus zouden we een map moeten hebben waar toch redelijk vlak is. Om... fabriekjes neer te zetten. Kijk, zoals Green River voor op Twitch. Ja. Is ook niet echt een map voor gebouwd. Kan wel, maar dan moet je een paar velden opeisen. En dat is toch wel een klein beetje jammer. Maar goed. Ik heb het toch maar gedaan, want anders konden we de brouwerij et cetera niet neerzetten. Dat is een beetje jammer. Maar goed. We gaan eventjes naar de docks. Daar zijn we bijna. En dan gaan we ook eventjes kijken wat de 7930 nou weer van plan is. Die zal wel weer ergens ding aan zijn gereden. Maar anders staat het natuurlijk niet slippend. En jullie weten... jullie hebben tot donderdag, aankomende donderdag, kunnen jullie gratis Farming Simulator 19 downloaden via Epic Games. Daar heb ik een video over gemaakt. Dus doe je ding, zou ik zeggen. Zo. Doe dat maar liggen. Oh, nee toch. Ga je me nou serieus vertellen dat hij nou weer daar vast zit? Ja. Oh, verdomme. Dan moet ik hem er even overheen tillen. Want er zit dan weer zo'n collision hier. Wat dan weer niet helemaal werkt. Maar waarom rijdt hij dan ook in godsnaam doorheen? En dan kan ik de... Och. Dat hebben jullie niet gezien. Route beginnen. Wat ik ook zo jammer vind is dat hij gewoon niet dit allemaal meeneemt. Toch een beetje vervelend. Even kijken wat hij gaat doen hoor. Achter combine rijden. Gaat hij hem nou leren? Wat gaat hij doen? En waarom rij jij zo ongelooflijk traag? Och, dat is die in een glitch weer. Nou ja, het is alleen nog dit stukje en dan hebben we dat allemaal klaar. Ho! Dit kunnen we zelf ook wel even doen. Moeten we de trekker straks met hem terugbrengen. Komt u maar. Ja, maken we even leeg. Ik hoop dat het er allemaal in past. Dan kan hij het weer keepen zometeen. Ja, ga uw gang. Ik ga er toch van uit dat hij... Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Nou, ik ben eventjes de laatste aardappels aan het rooien. Ja, de John Deere heeft zich alweer vastgereden. Hij was nog niet dus weg.
Of ja, het is er alweer vastgereden. Nou ja, dan moeten we die straks ook weer even redden. En dat is het nadeel als je velden hebt met een collision erin. Het koersplay werkt hartstikke mooi, maar hij weet niet hoe hij met zulke dingen om moet gaan. En dat is soms al nog best wel jammer. Kijk, het is ook zo klaar hoor, om hem weer los te maken. Nee, hij redt zich daarna wel weer. Maar ja, het kan gewoon soms een beetje frustrerend zijn dat hij zich heel de tijd vastreedt. En dat is een beetje jammer. Want dit zijn eigenlijk de laatste aardappels. En dat vind ik ook mooi geweest. Ik hoop dat die 3000 vol zijn. Dan kan hier gewoon weer een dinges op. Een cultivator. Of een ploeg misschien. Een ploeg doe ik eigenlijk nooit. Nou. Ik vind het wel goed zo. Want ja, het is 40%. Ik weet niet of dat er allemaal in past. Dat maakt ook niet uit. Die waren ook nog niet gestart. Nu wel. Stop met rijden. Hij heeft zich helemaal vastgereden. Oh, wat ben ik blij dat ik dan dat handje heb. Wat ook niet altijd werkt trouwens. Moet ik hem gewoon vastpakken bij het achterwerkje. Hier, 12.000 euro. Hij heeft zich helemaal vastgereden, jongens. Oh, wat vreselijk. Wacht even. Al die scheidbomen ook altijd. Ja. Weg met dat spul! En die kant ook. Oké, dan kunnen we die weghalen. Want die zit los, die kan daarin. Deze zit los. Die mag ook daar ergens heen. Kijk, en dan hebben we in ieder geval weer een beetje ruimte. Moet je kijken hier. Top! Ik hoop dat het er allemaal in past. Want we moeten natuurlijk ook die zetel nog even terugbrengen. Kijk, als het er niet in past, maakt niet uit. Als het trillen vol is, is het trillen vol. Maar dit ding is toch geleased. Dan zijn we een deel kwijt. Oh, daar kan ik nog niet zo moeilijk over doen. Op zich. Zo, zet hem hier neer. Moet even die band weer een beetje laten zakken. Pakt hij natuurlijk weer niet. Zo. Ik hoop dat het er allemaal in past. Ik denk het niet. Oh! Het past er allemaal in. Nou, mooi. Dan kan deze kan weg. Die hoeft niet weg. Die hoeft niet weg. We hebben 23.000 liter. Dus hij mag in principe gaan nu rijden. Klopt, er is geen combine binnen bereik. Dan ga je maar vast liggen. Dan brengen wij de zetel weer terug. En dan kunnen wij de laatste aardappels gaan wassen. Goed, de Hyundai heeft zich opnieuw weer vastgereden. Ook weer op dezelfde plek. Goh. Zal wel komen dat maandag is waarschijnlijk. Maar ja, hij zit sowieso nu vol. Dus we moeten weer eventjes de Hyundai. Daar rijden we gewoon zelf voor. Dat heb ik geen zin om dat nou nog weer opnieuw te doen. Maar hij zit vol. Dus we kunnen hem gewoon die kant op doen. Oh, verdomme. Ik ben wel lekker bezig, Hyundai, vandaag hoor. Jeetje. Nou, daar redden we er zelf mee in. Laatste aardappels. Dan hebben we dat in ieder geval klaar. Nou, dan gooien we het hier eventjes neer. We hebben een keer. En dan gaan we het laatste gedeelte gaan we wassen. En dan hebben we dit ook klaar. En dan gaan we vanmiddag wel. Oké, dat was de voorbeeld. Voor de bel. Pff. Ik schrok ervan. Goed, we gaan weer verder. Wat ik wou zeggen, is dan gaan we nu de aardappels gaan we. Hoppakee. Gaan we wassen. De laatste aardappels wel te verstaan. We laten de wasmachine wel gewoon hier staan. Want ja, het kan natuurlijk altijd nog voorkomen dat we nog meer aardappels gaan doen. En als we een nieuwe map gaan doen, dan doen we denk ik meerdere fabriekjes. Dat we daarmee bezig kunnen zijn. Want ik heb in Green River heb ik een slachthuis. Morgenavond trouwens, als het goed is. Dinsdagavond ben ik live op Twitch samen met Jacco, Wim, Wolfie en Pekelty. En dan gaan wij Farming Simulator 19 streamen.
Ja, Jacco, ik en Wim kennen elkaar al 2,5 jaar, maar we hebben nog nooit farming met elkaar gespeeld of gestreamd. Nog nooit. Dus dat gaan we, als het goed is, morgenavond doen. En dan gaan we in de map, op de map Groningen spelen. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, ik zou zeggen, kom gezellig langs. Hartstikke gezellig. Als het natuurlijk doorgaat, dat weet ik niet, want het is vandaag zaterdag. Dus ik ga er wel vanuit dat het doorgaat, hoor. Ja. Dus dan even een kleine reminder. Maar goed, de laatste aardappels worden gewassen. Dan gaan we die ook nog eventjes verkopen. En dan hebben we dat ook klaar. Dan kunnen we in ieder geval een hoofdstuk aardappel kunnen we afsluiten, om zo maar te zeggen. Maar hoeveelste aflevering is dit? Vijfde, denk ik. Vijfde aflevering met aardappels. Ja, dat wordt natuurlijk een beetje langdradig. Dus dit is gewoon de laatste keer. En ik hoop ook, als alles gewassen is, dat het allemaal in past. Want we gaan het gewoon hier links verkopen, hoor. Ik ga niet weer helemaal terug naar de haven. Dan verdienen we maar iets minder aan die aardappels. Zo, en de laatste bak aardappels. Dan is alles mooi schoon. Dan is het alleen nog een kwestie van wachten totdat het gewassen is. Want hij zit redelijk vol. Moet je kijken. Er zit genoeg in. En die komen, ja, ik kan er natuurlijk niet in. Hop, ploep, en in één keer is minder. Ik dacht dat het geleidelijk ging. Ik wil even kijken. Overzicht, menu. Zit bijna vol. En we hebben nog 11.000 liter aan aardappels. Nou, dat drukt weer af op R. Dan kan dat ook gevuld worden. Dan zou die wel vol zitten, denk ik. Yes. Kijk, want dan kan hij nou gewoon even verder. Laatste aardappels en dan gaan we deze aan de zijkant verkopen. En dan is het mooi geweest. Ik ga alleen nog verkopen hiernaast. Nou, ja, het is nu alleen nog wachten totdat aardappels klaar zijn. Dat duurt nog wel eventjes, denk ik. 6000 liter, maar dat doe ik zelf wel. En dan gaan we de volgende keer gaan wij de cultivator aanzetten. En dan moeten we eventjes met, oftewel vanmiddag, moet even de koeien eten geven, want die hebben niet zoveel van meer. Dus daar gaan wij vanmiddag mee bezig. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Shamrock Valley. Mocht je een leuke video bevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je natuurlijk nog niet geabonneerd, doe dat zeker eventjes, zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer bij een gloednieuwe video. Kalm!